Voordat de jury terug is, want die zijn nog steeds in beraad met elkaar, willen wij even heel graag iemand naar voren roepen. Ja, en dat is de enige echte Kibret. Er kan geen genoeg applaus zijn voor jou deze avond. Als natuurlijk initiatiefnemer van het Amsterdam Buurtfilmfestival. Wil je nog iets zeggen waarom je dit festival zo belangrijk vindt? Ja, misschien ver van jullie weten jullie dat ik uit Ethiopië kom. Niet? Ja, ik kom uit Ethiopië. Ik denk, een van de dingen die ik meegenomen heb vanuit Ethiopië naar Nederland is samenhorigheid. Mensen bij elkaar brengen. Ik zeg het altijd in mijn bagage meegenomen heb naar Nederland. Ik ben zo blij dat ik door het ABFF, ook alle andere activiteiten waar ik mee bezig ben, in de OBA. Naast het ABFF ben ik ook bibliotheek aan het opzetten, Afrobib. Dat is heel specifiek gericht naar Afrikaanse boeken, literatuur. Dus Afrobib, het ABFF, Ethiopisch Nieuwjaar. 19 jaar lang Ethiopisch Nieuwjaar in Amsterdam heb ik georganiseerd. Ja, dat zijn allemaal elementen die heeft te maken met juist mensen bij elkaar brengen en ervaringen uitwisselen. Uiteindelijk, resultaatverwachting is dus dat mooi, veilige, leefbaar buurt, stad, land samen creëren. Dat is mijn motto, dat is mijn ambitie, dat is wat ik graag wil altijd zien en hebben. Dankjewel. Ja, en Kibret, dit was natuurlijk al de 8e editie, dus we zijn al heel wat jaren geleden begonnen. En het is steeds groter geworden, hè? Ik bedoel, we zitten hier nu met best wel een volle zaal. Er zijn heel veel cocktails geweest waarbij bijna alle stoelen bezet waren. Als je nou terugkijkt van hoe je toen begon en waar je nu staat, hoe is dat? 2015 hebben wij dit festival begonnen in Amsterdam Oost, Indische buurt, op het Makassarplein met zo'n 30 filmmakers tegenover 15 bezoekers. Vanaf nu geopend. Maar dat ging gewoon vanaf die jaar, elke jaar groter. 2016 gingen wij aan de plantage Middenland, best groot. 2017 kwamen wij hier naar de OBA. Dankzij de directeur van de OBA, toen nog, en nog zes, kwamen wij naar OBA hier en is steeds groter aan het worden. En in de moeilijke tijd van de corona, ondanks alle beperkingen, konden wij ook het festival laten doorgaan, 2020, 2021. Dus wat ik zie is, iedere jaar deed het ABFF eigenlijk enorm groot. En mijn wens is, dit wordt dan op een gegeven moment juist erkend als een van de Amsterdams, ik noem het nu culturele, maar het is ook een sociale, het is ook een maatschappelijke kenmerk van Amsterdam te worden, te zijn. Ik moet toch het ABFF-team speciaal bedanken. Veel groter deel vrijwilligers. En wij werken samen de afgelopen 2 maanden, mag ik zeggen, zo intensief. Veel meer dan de fulltime die wij denken, 8 uur in de dag of zo. Die zijn allemaal mensen die echt diep van hun hart voor het ABFF gewerkt hebben en deze dag samen met mij waargemaakt hebben. En ik dank jullie voor uw inzet, voor jullie energie, voor jullie tijd. En dank jullie wel dat jullie allemaal ook hier waren. Graag zien jullie ook wel volgend jaar. Maar de ambitie is daarbij, vanaf volgend jaar willen wij voor een eendag festival naar een soort weekendfestival worden. Dan hebben wij heel genoeg tijd om allerlei gesprekken daar te doen zonder de haast, maar meer films vanuit de hele hoek van Amsterdam te vertonen. Dus bereid heel goed voor en graag zien jullie ook volgend jaar weer. Okay, super, dankjewel Kibret. Ja, ik denk dat een van de dingen die mij ook altijd heel erg raakt in zo'n dag als vandaag, is dat we echt zicht hebben op
alle windstreken die Amsterdam rijk is. Want er zijn filmmakers uit Noord, uit Oost, Zuid, West, Centrum. We zien echt uit allerlei wijken, allerlei buurten, materiaal, mensen, hoe ze leven, de thema's die er zijn. Maar ja, ook eigenlijk word je door alle emoties meegenomen. Want de ene film die laat je misschien weer wat luchtiger en lichter achter. Met misschien weer wat hoop. En de andere film die denk je, oh, maar daar zit echt weer een ontzettende uitdaging, maar die gaan we wel met elkaar aan. Dus er zit er op een andere manier weer hoop in. Sommigen maken je boos, anderen weer verdrietig. Maar wel allemaal vanuit een hele mooie, warme insteek. Dat allemaal hier met elkaar op één scherm samen mag komen. Ik denk dat je daar heel erg trots op mag zijn, Kibret. Dat jij dit initiatief hebt genomen en ervoor zorgt dat hopelijk tot in de oneindigheid door mag gaan. Want we hebben dit nodig als Amsterdam. Dank je wel. Dankjewel. Merci.